Nederlands. Klik dan op deze vlag. Bonjour, je suis Max. Est-ce que tu parles français? Presse sur le drapeau. Hi, I'm Max. Do you speak English? Then press this flag. Goed zo! Max en Miro gaan naar de stad. Max en oom Pong zijn op bezoek bij tante Lisa en Merel. Iedereen verheugt zich op de avond, want dan geeft tante Lisa een groot feest. Oh, kijk! Een muis! Een muis? Waar? Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Sinds wanneer heeft een dobbelsteen een 8? Dit is toevallig een speciale dobbelsteen. Hey, jullie moeten wel voorrang verlenen. Ja, Bello. Ga maar weer liggen. Het feest begint vanavond pas. Oom Pong, dat was uw schuld. Oh, neem me niet kwalijk. Ik wilde alleen maar de radio repareren. Ga in de bank. Help! Help! Een tijger! La, 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 la. La, 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 la. Het wereldberoemde bloemenkoor. Een klok met gevoel voor ritme. Oh! Vissen vinden het ook niet leuk om alleen te zijn. Luisteren jullie eens even. Ik heb voor het feest nog wat dingen nodig uit de stad. Wie wil er boodschappen doen? Nou, ik moet die radio maken. Anders hebben we vanavond geen muziek. Maar Max en ik kunnen wel naar de stad gaan. We nemen gewoon de bus. Tof! Ik ben nog nooit in de stad geweest. En ook nog nooit in een bus. Goed idee. Dan kan Merel je alles laten zien. Ik zal jullie een boodschappenlijstje geven, zodat je niet vergeet wat je moet kopen. Wat vind je? Moeten Max en Merel onmiddellijk vertrekken? Ja? Nee? Ja! Schiet op, Max. Laten we gaan. We zullen vast veel plezier hebben. Jippie! En nu op naar de stad. Eens kijken wanneer de eerstvolgende bus komt. Intussen kun jij tante Lisa's boodschappenlijstje bekijken. Hier is het. 1 bos tulpen. 3 bananen. 4 feesthoeden. 6 eieren. 5 feestneuzen.
En 6 postzegels. Bovendien mogen Max en Merel elk een chocoladeijsje kopen. Je kunt deze spullen samen met Max en Merel gaan kopen. Als je alles hebt, mag je terug naar Tante Lisa. Dan kan het grote feest beginnen. Maar waar blijft die bus nou? Die neemt de metro. Veel plezier, kinderen. En goed oppassen, hè? Ik hoop dat oom Pong die radio aan de praat krijgt voordat we terug zijn. Kalm aan, Bruintje. Ah, dat is een lekker gevoel. Dat was de eerste vliegoefening. Vooral doorgaan. Opgepast. Hou je oren vast. Ja, ja. Roken is slecht voor je. Stadsgeluiden. Dit is de plattegrond van heel wijd weg. Wij zijn hier, vlak bij de toren van Tante Lisa. En daar zijn het Marktplein, het Stadspark, de Hoofdstraat en de Winkelstraat. Heb je zin in een ritje met de bus? Dan moet je hier klikken. Ja? Nee? Nee, ja, nee, ja, nee, ja. Is dat geen leuke bus? De chauffeur laat je steeds weten waar de bus stopt. Je hoeft alleen maar op de knop te klikken als je vindt dat Max en Merel moeten uitstappen. Marktplein! Wil iemand... Dit is de markt van heel wijd weg. Hier kan je van die lekkere kleine worstjes kopen. Merel is er dol. Wauw! Zijn ze niet heerlijk? En wacht maar, er zijn hier nog veel meer lekkere dingen. Tja! Tja! Oh, wat schattig. Heeft iemand iets voor ze te eten? Hé, hey, wat moet dat daar? Zo baas, zo hond. Kijk, daar kunnen we de tulpen voor Tante Lisa kopen. Oh, die was ik bijna vergeten.
Je mag wel blij zijn dat ik erbij ben. Eén bos tulpen, alstublieft. Natuurlijk, jonge dame. Dat wordt dan 5 zilverstukken. Koekoek, meneer de worstverkoper, kun je nog wat zien? Wat zou daar nou in zitten? Ja. Lusten jullie een stukje worst? Oh ja! Nou, wat vind je ervan? Heerlijk! Wil je met Max en Merel naar het postkantoor? Ja? Nee? Ja, hebben we de postzegels voor Tante Lisa al? Nee. Daar is het postkantoor. Goed zo. Kom mee. Vlug. Het is een heel gezellig postkantoor. Groot is het niet. Maar er valt van alles te beleven voor Max en Merel. Kijk, die meneer daar slaapt. Psst. Psst. Je maakt je collega's nog wakker. Ik hoop dat ze geen stempel op deze brief zetten. Neem me niet kwalijk. Ik wilde alleen... Momentje. Ik kom zo bij u. Hoe is het mogelijk dat hij zo vast slaapt? Wauw. Die heeft honger. Neemt u me niet kwalijk? Wij... Maar ja, moment. Ik kom zo bij u. Niks moment. We willen nu geholpen worden. We hebben 6 postzegels nodig voor Tante Lisa. Oh, maar dat verandert de zaak. Wat voor postzegels moeten het zijn? Die met het hoofd van de burgemeester erop. Dat wordt dan 6 zilverstukken. Alsjeblieft. En doe je tante de groeten van me. Misschien zit er wel een leeuw in. Of een giraf. Gaan we sluiten? Wil je met Max en Merel terug naar het marktplein? Ja? Nee? Ja! Kom op, Max. Laten we gaan. Het is me hier veel te rustig. Ja. Moeten Max en Merel de markt verlaten? Moeten ze weer met de bus mee? Ja? Nee? Ja! Stadspark! Wil iemand hier uitstappen? Mm-hmm.
Er gebeurt altijd wel iets in het park. Vooral als het zulk mooi weer is als vandaag. Dan komen alle inwoners van heel wijd weg hier genieten van de frisse lucht. Of ze komen een wandelingetje maken. Er valt hier altijd wel iets gezelligs te beleven. Hé, hey, het is hier net zo leuk als thuis. Daar kijk je van op, hè? Bij jou in het dorp heeft iedereen een tuin. Maar niemand heeft zo'n grote als deze. Merel, kijk, daar staat een ijskoolman. Heb ik al gezien? Hebt u ook chocoladeijs? Natuurlijk. Dan willen we graag 2 chocoladeijsjes. Dat kost u 2 zilverstukken. 1, 2. Alsjeblieft. Bedankt. Eet smakelijk. Nou, dat is fraai. Oma moet werken, terwijl opa ligt te slapen. Hoe kan hij zo vast slapen, terwijl hij zo vreselijk hard snurkt? Oh, kijk uit! Dat is nou echte liefde. Hallo, kikkerogen. Wat is er met de burgemeester aan de hand? Wil je met Max en Merel naar de speeltuin? Ja? Nee? Ja! Kijk, een speeltuin. En een stenen olifant. Of is het een echte? Is die olifant echt of niet? Ik wil ook een keer schommelen. Merel, kijk! Joehoe! Bravo, dappere kat! Merkwaardige hondenkennel. Waar komt die trein nou vandaan? Dit is leuk. Dat zal wel geheimtaal zijn. Ik ben bang voor olifanten. Maar hij is van steen. Moeten Max en Merel uit de speeltuin vertrekken? Ja? Nee? Ja! Ik begin me te vervelen. Kom je? Dan gaan we. Ach, wat jammer! Moeten Max en Merel weer met de bus mee? Ja? Nee? Ja!
Hoofdstraat. Wil iemand hier uitstappen? Dit is de hoofdstraat van heel wijd weg. Hier moeten Max en Merel heel goed opletten. Want met zoveel verkeer kan er van alles misgaan. Misschien is hij verdwaald. Hey, heb je geen honger meer? Stom stuk blik. Hey, als we door deze gaten kijken, kunnen we het bouwterrein zien. Wil jij ook? Natuurlijk! Gaaf! De stad wordt steeds groter. Hier zijn ze alweer een nieuw huis aan het bouwen. Dat is vast een leuk werkje. Eet smakelijk. Misschien wilden ze liever een zandkasteel bouwen. Oude wilvraat. Waar komt hij in vredesnaam vandaan? Wil je terug naar de hoofdstraat? Ja, nee. Ja! Wil je met Max en Merel in de kledingwinkel? Ja, nee. Ja! Max, laten we hier naar binnen gaan. Een kledingwinkel. Dat is vast leuk. Oké. Ben je wel eens in een kledingwinkel geweest? Vast wel. Soms is het er vreselijk saai. Het kan ook heel leuk zijn. Zoals hier. Waar is de goochelaar? Een bloemenhoed. Dus dat zijn dansschoenen. Kom op, we gaan ons verkleden. Gaaf! Wat is daar aan de hand? Niks. Helemaal niks. Oeh, lopende handen. Wat griezelig. We gaan zo sluiten. We gaan zo sluiten. We willen deze hoeden kopen, alstublieft. Dat kan. Dat is dan 10 zilverstukken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zilverstukken. Alstublieft. Dankjewel, jonge dame.
met Max en Merel. Terug naar de hoofdstraat? Ja, nee. Ja, nee, ja. Kom mee, we gaan. Ik heb geen zin meer. Is het rood? Dan blijf je staan. Is het groen? Dan kun je gaan. Een ziekenhuis voor auto's. Moeten Max en Mia weer met de bus mee? Ja? Nee? Ja! Winkelstraat! Wil iemand hier uitstappen? Dit is de winkelstraat van heel wijd weg. Er is een speelgoedwinkel, een kiosk, een supermarkt en een groente- en fruitkraam. Eddy heeft ook honger. Merel, kijk daar! Ik weet het! De bananen voor tante Lisa. 3 bananen, alstublieft. Dat is dan 3 zilverstukken. Vrolijke mensen in de metro. Even pauzeren. Wat een gezellig winkeltje. Moeten Max en Merel hier naar binnen? Ja, nee. Ja. Dit is de supermarkt van heel wijd weg. Hier kun je melk kopen en kaas, limonade, brood en worst en nog veel meer. Hallo! Dag kinderen. Wat kan ik voor jullie doen? We willen graag eerst even rondkijken, alstublieft. Oké. Hier klopt iets niet. Hij woont zomers altijd bij mij. Geitenkaas. Dat is een aerobicsworst. Hey, je moet niet met geld gaan gooien. Oef! Voltreffer. Snoepjes uit Brazilië. Oh, nee.
Oef! Kijk, Max. Hier liggen eieren. Ik leg 7 zilverstukken voor de eieren voor u op de toonbank. Oké. Ben je lang genoeg in de winkel geweest? Moeten Max en Merel nu vertrekken? Ja? Nee? Ja, ja! Dag supermarkt, meneer! We gaan! Tot ziens! Ja, tot kijk hoor, kinderen. Tot gauw. En... Oh! De speelgoedwinkel. Moeten Max en Merel naar binnen gaan? Ja? Nee? Ja! Dit is een fantastische speelgoedwinkel. Je zou hier dagen kunnen rondkijken. Maar Max en Merel moeten aan hun boodschappen denken. Kan ik jullie helpen? Of willen jullie alleen maar even rondkijken? We kijken alleen maar even rond. Dank u. Oké. Neem gerust de tijd, hoor. Ah, wat een boel speelgoed. Wauw. Ja, zo'n speelgoedwinkel hebben jullie niet in het dorp, hè? Zo, nou is het genoeg. Naar bed jij. Oh, nee. Ik ben nog helemaal niet moe. Oh, kijk nou. Wat schattig. Oh, oef, au, Baf, baf, baf. Goed gedaan, Jan Klaassen. Is het niet te koud? Een koninklijke fles. Kwam daar iemand binnen? Nee, niemand. Hey Max, moet je kijken? Een dansende beer. En 1 en 2 en 3 en 4. Boe. Ik ben knapper dan jij. Niet dus. Ik ben knapper dan jij. We zijn hier niet alleen. Kijk uit. Koppen neer. Nou, nou, nou. Ben jij een dino of een lama? Dat gebeurt er nou als je met vuur speelt. Kijk, Merel! Feestneuzen! We willen graag 5 feestneuzen. Dat is 1, 2, 3, 4, 5 zilverstukken.
Moeten Max en Merel de speelgoedwinkel nu verlaten? Ja? Nee? Nee? Ja! Tot ziens! Max en Merel zijn in de winkelstraat. Moeten Max en Merel weer verder met de bus? Ja? Nee? Ja! De toren van Tante Lisa. Wil iemand hier uitstappen? Welkom op het feest van Tante Lisa. Al onze vrienden zijn er. Ken je ze allemaal nog? Proost allemaal. Heeft hij dan nooit genoeg? Ah, die kennen we nog. Het was een fantastische dag, Merel. De stad is in één woord super gaaf. We kunnen morgen nog wel een keer gaan, als je dat leuk vindt. Ah, ja! Oh, wat een geweldige uitvinder ben jij. Ja, ik weet het. Ik weet het. Zelfs de klok is in feeststemming. Wil je verder spelen? Ja? Nee? Ja! Nee, ja, nee, ja, nee.